Welkom in deze video. Vandaag vertel ik je wat meer over het Beerfust en ik laat je een aantal oefeningen zien. Het mooie aan Beerfusten is dat als je de binnenring eruit haalt, je ze zelf zo licht of zwaar kunt maken als je zelf wilt. Deze die weegt 10 kilo, die weegt 30 kilo en normaal gesproken worden ze gevuld met water, zand of lood. De mijne zijn gevuld met zand. En het verschil tussen bijvoorbeeld dit Beerfust en een traditionele barbel is dat je hierbij veel meer moet stabiliseren. Deze is op het moment leeg, die andere is zoals ik zei gevuld met zand. Maar als je hiermee overhead presses of andere oefeningen doet, dan zul je heel erg moeten stabiliseren. Doordat je het zand en eventueel water op zijn plek moet houden. En daardoor zullen je polsen, je onderarmen, je biceps, je triceps, je schouders, je core veel meer werk moeten verrichten dan bijvoorbeeld een overhead press met een normale barbel. Wat het grootste verschil is tussen het trainen met een Beerfust en een barbel is de polspositie. Bij een barbel overhead press leggen we de barbel stevig in je hand zodat de kracht direct wordt overgebracht naar je onderarm. Zodat die zo min mogelijk belasting op wordt uitgeoefend en waardoor je meer kunt uitstoten. Maar bij een Beerfust draaien we de polsen een kwartslag voordat we de oefening starten. Daarna brengen we het fust boven ons hoofd en daar stabiliseert de pols het zand wat in de fust zit. Het leuke verschil tussen dit Beerfust en bijvoorbeeld een barbel is dat de oefeningen met een Beerfust vaak niet heel moeilijk zijn. Waardoor je dus lekker ruw, hard kracht kan genereren. En doordat het Beerfust eigenlijk niet heel mooi is en ook niet al te duur, kun je eigenlijk lekker mee smijten. Oké, wat voor oefeningen kunnen we doen met dit Beerfust? Ik zal zo een aantal oefeningen laten zien. Ik heb twee categorieën gemaakt. De ene zijn traditionele oefeningen zoals je normaal zou zien bij sterkste manwedstrijden bijvoorbeeld. En de tweede categorie zijn normale fitnessoefeningen die je normaal met een barbel of een bal zou doen. Maar waarbij dan het Beerfust de barbel of de bal vervangt. Dit waren een aantal oefeningen die me zo met de binnen schoten. Maar met de Beerfust training is echt hartstikke leuk, super functioneel en je kan er eigenlijk nog veel meer mee. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar vind je nog meer van zulke soort video's. Of abonneer je zodat je iedere week een nieuwe video ontvangt. Bedankt en tot volgende week.